Goedemorgen. In de loop van de dag verdwijnt de zon en gaat het regenen. Het wordt een graad of 12. Dit is het TV West Nieuws. Ik ben Marcel van der Eng. De man die zondagochtend ernstig is mishandeld in Den Haag is dinsdagavond overleden. Agenten vonden de Hagenaar in een portiek aan de Zuidwal. Het slachtoffer was bewusteloos, lag in een plas bloed en had ernstige verwondingen aan zijn hoofd. Het is nog altijd niet duidelijk wat er is gebeurd. Vandaag gaat de politie in de buurt flyers uitdelen en posters ophangen in de hoop dat mensen die iets hebben gezien zich melden. De kans bestaat dat er dit jaar geen zandsculpturen staan op Scheveningen. Dat zegt Bob de Jong van Stichting Scheveningen Bad. Vanmiddag heeft hij een laatste gesprek met het stadsdeel over het festival. Als het toch doorgaat, staan de bouwwerken er later dan normaal pas vanaf eind mei. Bij winkelcentrum Meerzicht in Zoetermeer is dinsdagavond een auto het water ingereden. Een poging van 7 mensen om de inzittenden te redden slaagde. Iedereen die in het water heeft gelegen werd gecontroleerd of ze onderkoeld waren geraakt. Een van de inzittenden werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de wagen uit het water getakeld. Demonstraties, marathons en een circus. Het Malieveld heeft het afgelopen jaar behoorlijk wat voor haar kiezen gehad. Staatsbosbeheer wil het gras daar weer laten groeien door er groente, fruit en tuinafval op te gooien. Verslaggever Martine Boerkamp is op het Malieveld in Den Haag. Ja, moet dat daar niet enorm stinken? Nou Marcel, het valt eigenlijk mee. Ik was voorbereid, had een wasknijper bij me tegen de stank, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat je deze hele grote berg van 45 kub GFT-afval nauwelijks ruikt. Je ziet ook geen slablaadjes of tomaten nog erin. Het is eigenlijk gewoon aarde met compost, GFT-afval. Linda Groeneveld van Staatsbosbeheer. Dit wordt dus uitgestrooid over het Malieveld in proefvlakken. Wat moet dat nou gaan doen met dat veld? Het moet ervoor zorgen dat er meer organisch stof in de bodem. Dat betekent dat de bodem gezonder wordt. Daardoor kunnen de bodemdieren beter leven in de bodem. En die zorgen er weer voor, met name bijvoorbeeld wormen, dat het gras veel beter kan groeien. Want het Malieveld ziet er niet echt best uit, hè? Nee, het is een heel goed evenementenseizoen. We hebben veel activiteiten op het Malieveld gehad. Dat betekent ook een aanslag op het gras. Dat is altijd zo. Maar we zien gewoon dat we willen heel graag groener gras hebben op het Malieveld. En daar doen we ons best voor. En dit is een test om te kijken of dat gaat lukken. Wanneer weten we of het werkt? Aan het eind van het jaar weten we zeker of het werkt. Dan is er ook weer een heleboel gebeurd op het veld. Dus dan kun je goed de verschillen zien tussen de stukken waar we het wel gedaan hebben en niet gedaan hebben. Maar eigenlijk al vrij snel. Gras groeit vrij snel. Dus we kunnen vrij snel zien of de compost haar werk doet. Nou, we zijn benieuwd, maar met de stanklucht valt het hier dus heel erg mee. Dus je hoeft echt geen wasknijpers mee als je hier naartoe gaat. De treinbotsing van dinsdag op station Leiden Centraal is waarschijnlijk veroorzaakt door gladde sporen. Dat vermoedt reizigersorganisatie Rover. Het is de derde keer in anderhalf jaar tijd dat er zo'n ongeluk gebeurt op Leiden Centraal. Gistermiddag reed een sprinter zacht tegen een stilstaande lege trein. 2 mensen raakten licht gewond. Het Rijswijkse verkeersbord dat automobilisten in woonerven erop moet wijzen dat ze niet harder dan 15 km per uur mogen rijden, wordt nu landelijk ingevoerd. Minister Melanie Schultz van Hagen heeft dat besloten. Veel automobilisten weten niet wat stapvoets rijden is. Daarom ging de gemeente Rijswijk er eerder mee experimenteren met dat 15 kilometer bord. Ondanks de bezuinigingen van het afgelopen jaar heeft Den Haag 2011 afgesloten met een tekort van 4,4 miljoen euro. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering groeide sterker dan verwacht. Ook is de gemeente tientallen miljoenen euro's aan inkomsten misgelopen door de aanhoudende problemen in de bouwsector. Heeft u iets te klagen over de straffen die rechters in Nederland uitdelen? Dan had u bij een brainstorm-sessie moeten zijn van het Openbaar Ministerie. Gisteravond werd er een gehouden. Er is ingebroken in een auto. En niet het bekende ruitje dat eruit ligt, maar er is een slot geforceerd. Deze mensen konden hun stem laten gelden. Hun mening over de strafmaat werd zorgvuldig opgeschreven door mensen van het Openbaar Ministerie. Ik denk dat het heel goed is dat de burgers betrokken worden, omdat op die manier je ook hen in de gelegenheid stelt om hun eigen opvatting daarover te geven. En burgers willen graag gehoord worden, willen graag ook opvattingen geven. Moet hij een geldboete krijgen? Een taakstraf? Moet hij de gevangenis in? Ja, of heeft u een andere straf in gedachten? En natuurlijk geldt ook weer bij alle straffen van hoe hoog moet die straf dan zijn? Met behulp van gele briefjes kon men aangeven welke strafmaat bij een aantal fictieve strafzaken zou passen. Als ik dan hoor wat de wettelijke straf is, dan valt me wel op dat we allemaal iets lager zitten. Ja, een paar dan iets hoger. Maar dat toch minder mensen aan gevangenisstraf denken. Want als je de kranten leest, dan denk je bij jezelf van god, dit en dat.
Ja, en nu kun je zeggen van, ja, maar hoe zit dat nou precies? En vertel me daar wat over. In het najaar komt er nog een keer zo'n bijeenkomst voor burgers. En dan zal het niet over inbraak, maar over doodslag gaan. Herman Kruijs is opgestapt als trainer-coach van hockeyhoofdklasser HDM uit Den Haag. Hij had de vrouwenploeg onder zijn hoede, maar die presteerde niet goed. Zondag werd er nog met 2-2 gelijk gespeeld tegen Rotterdam. Erik van Driel, die assistent-trainer is bij de mannen, neemt zijn taken nu over. En dan kijken we naar de kranten van vanochtend. De onbelastbare kilometervergoeding staat ter discussie. De onderhandelaars op het Catshuis denken erover flink het mes in te zetten. Daarover schrijft het Algemeen Dagblad. Nu is de kilometervergoeding 19 cent en dat zou worden teruggebracht naar 14 cent. En dat levert de staatskas 500 miljoen euro extra op. Vestia-baas Marcel van Vee, die verdacht wordt van miljoenen fraude bij de woningbouwvereniging, zou dat geld flink hebben verbrast. Als we de Telegraaf mogen geloven, zou hij het geld hebben uitgegeven aan dure hotels en restaurants. Verder zou hij gewillige dames hebben ingehuurd. Gesjoemel met geld voor leerlingen met een achterstand. Daarover schrijft Dagblad Trouw. Het dagblad baseert zich op een onderzoek van de onderwijsinspectie. De basisscholen zouden daarmee 50 miljoen extra hebben opgestreken. Tot zover het TV West nieuws. Meer nieuws op omroepwest.nl en op 89.3 Radio West. Nog een hele fijne dag.